Yo YouTube, welkom terug bij een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Het is inderdaad alweer een eindje geleden dat ik een video heb gemaakt, maar ik ben hier eindelijk terug en ik wil jullie vandaag iets meedelen. Ik ga volgende week vrijdag naar Toerist Slim C, een Antwerpse rapper, en dat concert gaat door in Gent. En ik kwam op het geweldige idee om, het klinkt misschien raar, maar ik wil het een keer experimenteren. Ik weet nooit dat het leuk is en dat je misschien zegt van ja, we willen het meer zien op jouw YouTube kanaal. Ik zou willen starten. Morgen dus, vandaag zijn we zondag, morgen maandag. Dus ik zou maandag willen starten met een weekvlog. Wat wil dat zeggen? Dat ik dus elke dag iets film, tot volgende week vrijdag, tot en met het concert van Toerist Slim C. Wat gaat dat dan zijn? Dat gaan dingen zijn dat ik dan s'morgens of s'avonds zeg over Toerist Slim C. Dat je er eigenlijk een beetje informatie over krijgt. Dat je niet zegt van, in één video dat ik dan alles zeg over die artiest, want dat is soms een beetje saai. Wat ik zou willen doen, is iets meer variatie in mijn video steken. Dus wat was mijn plan? Om een weekvlog te maken. Dus ik start morgen en ik eindig volgende week vrijdag. Ik denk dat dat een top idee is. En ik denk dat ik dat gewoon ga doen. Dus, als je er allemaal mee akkoord bent, laat vooral een like achter. En reageer ook een keer in de comments voor ideeën voor nieuwe video's, vooral voor in de kerstvakantie. Want ik zou echt met een paar maanden een keer een video willen maken voor in de kerstvakantie. Allee, redelijk veel video's voor in de kerstvakantie. En, allee, ik vind dat dat wel een keer moet gebeuren. Die video wordt nu op dit moment opgenomen, omdat ik in de week heb ik heel weinig tijd, want ik begin volgende week maandag met mijn examens, in België toch. En ik heb wel tijd nodig om te studeren voor mijn examens. Dus daarom dat ik het nu opneem om te zeggen van dat er inderdaad minder video's volgende week gaan op aankomen. Maar natuurlijk wel de weekvideo van Toerist Slim C. En wat er natuurlijk ook nog aankomt, is dan natuurlijk de video zelf van Toerist Slim C, van het concert en van de dag zelf. Dus zeker en vast allemaal een like achterlaten. Want op de vorige video hebben we meer dan 12 likes gehad. Dat was echt top, dat was echt insane. Dus allemaal een like. Allemaal reageren op de video's, alleen in de reacties om voor nieuwe video's in de kerstvakantie. En dan zie ik jullie morgen bij, alleen zie ik jullie in feite volgende week zondag terug bij een nieuwe video. Volgende week zondag, mannetjes, komen er 2 nieuwe video's online. De Toerist Slim C video en de weekvlog video komt volgende week online. Komt allemaal in orde. Maar het belangrijkste waar deze video om draait is, ik heb op dit moment de 80 abonnees bereikt op mijn YouTube-kanaal. Ik vind dat persoonlijk al heel goed, heel insane. Maar, zoals jullie weten, is het binnen een maand kerstvakantie. Wat ik zou willen, is dat we op oudejaarsavond, dus van 31 december op 1 januari, de 100 abonnees zouden halen. Dat zou insane zijn. En laat mij dan ook nog een keer in de reacties weten wat dat jullie zouden denken dat ik zou moeten doen voor de 100 abonnees special. Laat het zeker weten in de reacties. Laat zeker een like achter. Deel het met al jullie vrienden. Dat we met kerst, met oudejaarsavond, de 100 abonnees kunnen behalen. En dan, mannetjes, ga ik iets zeer interessants doen. En iets zeer zots. Dus laat allemaal een like achter. Reageer. Subscribe. Zeker. En deel het allemaal met jullie vrienden. En dan zie ik jullie waarschijnlijk volgende week terug met een nieuwe video. Ciao!